President Chandrika Prasad Santokhi heeft tijdens zijn werkbezoek aan Koroni de volledig gerenoveerde OS Totnes bezocht. Deze openbare school die jarenlang leed onder lekkages en wateroverlast, is met de steun van de regering grondig opgeknapt. Tijdens zijn bezoek op 11 oktober kreeg president Santokhi een rondleiding door de gerenoveerde school en toonde hij zich blij met de verbeteringen. Hij benadrukte dat een schone en veilige leeromgeving van cruciaal belang is voor het welzijn en de prestaties van de leerlingen. Cindy Verwij, Sylvester, onderhoofd van de school, bedankte de regering voor de renovatie, maar gaf tegelijkertijd ook aan dat de leerlingen geen goede sportaccommodatie hebben. Het moet me wel van het hart dat de kinderen geen goede sportaccommodatie hebben. Geen speelvelden en de gymzaal is ook niet wat het meeste moet. Er kan voor de kleuters wel een speeltuin hier op het erf met speeltoestellen. En werd het schoolhoofd gevraagd naar de status van het terrein aan de overkant, het oud voetbalveld. Ik denk bij u bekend als Bert Dichter Stadion, hè, toen. Als we daar dus gebruik van kunnen maken. We vragen u het proces te versnellen, waardoor de leerlingen heel snel kunnen beschikken over een veld voor het bewegingsonderwijs. Volgens de president zal de goedkeuring van de aanvraag voor het sportveld spoedig in orde gemaakt worden. Hij benadrukte het belang van sport en talentontwikkeling voor de jongeren van Koroni. Daarnaast gaf hij aan dat de gerenoveerde school zal bijdragen aan de motivatie van de leerlingen. Ook moedigde het staatshoofd de school aan om de klaslokalen na schooltijd te gebruiken voor naschoolse activiteiten. En laat ook die kinderen, minister, heel vroeg gewend laten zijn met agrarische productie. Laat u alvast in Nikeri. Kijk, deze lokalen, die zijn tot 12 uur, 1 uur bezet. Maar daarna zijn ze vrij. Laat u gebruik maken voor agrarisch onderwijs. Die kinderen die agrarisch onderwijs, minister, alle instrumenten voor agrarisch onderwijs. President Santokhi reikte in samenwerking met de presidentiële werkgroep Sportprojecten sportmateriaal uit aan de school. Dit pakket maakt deel uit van een landelijke sportproject.